Een hele goede avond en welkom bij Nieuwe Ups & Down. Ik heb vandaag eigenlijk gewoonweg niet gevlogd. Ik heb gewoon geen puff. Mijn hoofd zit even een beetje heel erg vol. Hou even. We spelen even heel veel dingetjes. En ik kan nog niet over al die dingetjes praten tegen jullie. Wil ik wel. Maar dat gaat momenteel gewoon niet. We hebben meerdere afspraken gehad vandaag. Morgen hebben we ook weer een aantal afspraken. Heeft ook te maken met Jordi zijn PGP. Laten we het daarop houden. Morgen komt er iemand praten en kijken of het klikt met ons en met Jordi. Of dat zij het wil doen. We hebben ook onze oppas gevraagd natuurlijk of dat ze er interesse in had. Alleen... ja, helaas is dat voor haar gewoon niet te doen, niet te combineren. Dus dat is gewoon zo. Maar ze blijft wel oppas en dat is hartstikke fijn. Dus als wij een keer op een zaterdagavond weggaan of wat dan ook, dan komt zij gewoon gezellig hier met kindjes. Ja, we spelen gewoon een aantal dingetjes. En nogmaals, ik vind het zo vervelend om te zeggen. Maar daardoor wordt waarschijnlijk deze vlog wel wat korter. Omdat ik gewoon daar heel veel mee in mijn hoofd zit. Dus dat. Dadelijk gaan de kinderen douchen en naar bed. En dan ga ik hier nog wat opruimen. Even lekker in mijn eigen hoofd zitten. En in mijn eigen wereldje. Niels doet hetzelfde. Want die heeft het ook even allemaal hoehoe. Die wordt ook administrateur van Jordi's PGB. Dus dat. Dat is het eigenlijk. Wat ik wel kan vertellen is dat Niels dus administrateur wordt en ik wil werknemer. Dus ik ga in principe betaald worden voor het feit dat ik medische handelingen, et cetera, moet doen bij Jordi. Ik ga hier ook gewoon niet om liegen. Dit is gewoon het feit dat ik hiervoor betaald ga worden. Ik kan eigenlijk ook niet echt gaan werken in verband met Jordi zijn buikpijn, et cetera, et cetera. Dus ja, en ik moet natuurlijk ook in die zin aan mezelf denken. Soms ben je gewoon 24/7 daarmee bezig. En ja, dat. En ik ga natuurlijk officieel voor 40 uur werken. Natuurlijk doe je veel meer. En ik ben al lang blij dat dit als regeling er is. We hebben het hier ook met CIS over gehad. Met de man van het CIS. En hij zei ook van, je hebt hier gewoon echt recht op. Wat jij eigenlijk in principe allemaal doet op een dag voor Jordi. Je hebt hier gewoon recht op. Punt. Het is ook toegekend voor als hij bijvoorbeeld naar een instelling moet. Dan gaat al het geld naar die instelling toe. Krijg ik niks. Gaat gewoon allemaal naar die instelling toe. Maar dat is niet wat we willen. We willen Jordi zo lang mogelijk thuis houden. En ook daar zijn we naar aan het kijken, et cetera. Dus... ja, en verder kan ik er eigenlijk nog niet zoveel over zeggen. En Niels die ligt ondertussen hier gezellig met Sammy. Sammy heeft vannacht ook heel slecht slapen. Ja? Ja. Maar die ligt hier nu lekker met Sammy te roelen en te knuffelen. Oké? Tjitjua, tjitjua, wa, wa. Ondanks dat is hij nu wel wat vrolijker, hè? Straks was je heel chagrijnig, hè, schatje? Je duimen, dat zijn je wijsvingers. Je duimen, dit zijn je duimen. Goed zo, duimen. Duimen. Ja, duimen. Duim omhoog. Goed zo, je hebt het door. Goed zo. Heb papa daar nog geoefend? Hé, hey, Niels. Heeft papa dat nog geoefend? Wat? Duim omhoog. Duim omhoog. Jee! Nee, jij deed het goed. Duim omhoog, hè? Oh, no! Duim omhoog! Jee! Tjitjiwa, tjitjiwa, wa, wa. En je zet mama weer aan het werk, hè, jongen? Kom maar gauw. Kom maar gauw. Kom maar. Doe je ook eens. Je moet je autootjes niet zo laten slingeren, Liam.
iets wat ik graag doe als mijn hoofd heel erg vol zit en vaak niet aan toe kom, maar nu wel, want ik heb er gewoon tijd voor vrijgemaakt, is bakken. Ik had nog appels, ik had nog bladerdeeg. Ik ben appelflappen gaan maken. Ik ben ook nog iets van een paar dingen aan het uitproberen. Maar dit was gewoon wat ik ken en zonder bijna hoef te denken of te doen. Dus. En nu ga ik er even van genieten. Ja, ik heb nog iets gemaakt. Ik had nog appel over van de appelflappen. En ik heb cakemeel gebruikt. Dus gewoon cakebeslag. En daar heb ik gele room in gebruikt. En de appeltjes heb ik er bovenop gestrooid met amandeltjes. Ik ga het even proeven. Want het is wel echt zo'n testding, zeg maar. Van is dit lekker of niet? Even proeven. Niels, wat vind je ervan? Lekker. Ja? Ja. Niels heeft geluk als ik mijn hoofd vol heb zitten. Tenminste, vroeger had hij dat altijd. En vandaag heeft hij dat weer. We zijn weer even verder. Ik heb alles nu hierin zitten. En ja, we hebben het allemaal lekker geproefd, dus top. Maar ik heb ook nog brood gemaakt. Die is nu aan het afkoelen. En morgenochtend dan ga ik het proeven met Niels samen. Maar ik ga nu naar mijn nest. Een hele goede morgen. Ik heb hier het brood staan. Hier zo. En ik ga er nu een stukje van afsnijden. Ik ga hem eerst door de midden doen. Het is een niet-kneed brood. En hij ziet er zo uit. Ik ga even hem even hebben. Nou, ik heb voor zowel Niels als mij heb ik er eentje met chocopasta en eentje met boter gedaan. Wat wil jij eerst? Boter? We gaan even eten. Chocola. Cake. Liam wil ook zo'n bordje laten zien. Ja, Liam heeft cake, hè? Jammer, lekker. Lekker, cake, hè? Joef, hou eens op. Dan ben je er wel. Smakelijk. Op zich niet verkeerd brood. Mm-hmm. Niet elke keer, maar gewoon voor zo'n heel lang tussendoor. Mm-hmm. Nog even proberen met het zoet. Ik denk alleen wel dat ik hem iets langer de volgende keer moet bakken. Ja. Dat denk ik wel. Maar voor de eerste keer is je heel goed gelukt. Mm-hmm. Met avondeten moet je natuurlijk ook lekker eten. En dat gaan we doen. Kindjes die hebben in plaats van de broccolini's worteltjes en een kipsnitzel in plaats van een varkensnitzel. Dus ja, wij gaan lekker eten. Een hele goede morgen. We zijn weer lekker met ontbijt bezig. Lekker papa, eitjes. Een beetje zout. Beetje zout? Te zout. Ik heb te veel zout opgedaan. Ja, je had zout op je mijne op. Ja, nou ja. Ik had vandaag een keer... Normaal doe ik altijd aromat op de eitjes. Maar nu had ik een keer zout erop. Prima. We gaan lekker eten. Tadaa. Welke letter ga je nu pakken? Ga je de letter... Z pakken? De Z, de Z. Of 8 kan ook. Je kan ook 8 pakken. Of 6. Of 7. Ja, goed zo. Doe maar letter pakken.
Is dat de 8? Niet. Is dat de 8? Niet. 8. Goed zo, 8. Heel goed van jou, Sam. Wie is dat? Bing. Is dat Bing? Oké. Oh, no, Bing. En heb je ook de letter O? O-O. Sorry, mama. Wat sorry, mama? Sorry, Joef, moet je zeggen. Sorry, Joef. Is Joef klaar? Oh, no. Oh, no. Bing is stuk. Oh, is Bing stuk? Hoezo is Bing stuk? Oh, Bing. Ik weet niet waar Bing is. Stukjes. Moet je, waar is Bing dan? Is Bing. Ik weet niet waar Bing is. Stukjes. Niels is boven even bezig. Ik heb nog steeds last van mijn knie. Ja. Ik ben hartstikke moe. En ik weet ook waarvan het komt. Dat heb je wel eens. Ondanks dat ik PCOS heb, ben ik de laatste paar maanden een beetje vroeg met alles. Heb ik geen normaal cyclus voor mijn doen. En dacht mijn lichaam vandaag ineens, of ja gisteren, hey, laten we een bloederige week ervan maken. Dus dat. Ja, weten jullie dat ook? Leuk hè, die informatie. SM. Niels is boven wat aan het klussen. Oh, echt? Is het klaar? Is het klaar? Oh, no. Oh, no. Oh. Oh. Is het Bing? Ga Bing zoeken dan. Bing? Waar is Bing? Is het er? Ik weet niet waar Bing is. Is het kikker? Is het Bart? Bart? Ja, is Bart. Slot. Moet je doekje pakken? Bart? Het doekje pakken dan. Oh, en ik heb gisteravond mijn nagels gedaan. Volgende week zaterdag. Ja, dat is wanneer jullie deze vlog zien. Hebben Niels en ik een trouwfeest van iemand waar Niels werkt. En het thema van de trouwerij is Summer Chic. Dus ja, ik heb maar even dit vast gedaan. Hopelijk blijft het allemaal zitten. En dan hoef ik van de week mijn nagels niet meer te doen. Ik heb ze in ieder geval een stuk korter gemaakt, maar een stuk langer. Maar dan heb ik alvast in ieder geval dat klaar. Dan kan ik van de week andere dingen doen. Ik geef Jordi drinken geven. En hey! Eigenlijk zou gisteren gesprek zijn met de nieuwe zorgverlener voor Jordi. Maar die redden het allemaal niet en qua werk. En ze had gevraagd of we het ook vandaag wilden doen. Dus zij komt om 4 uur. Dus om 2 uur ga ik hier even de boel netjes opruimen. Met Niels samen. Dat heeft hij me beloofd. En dan dat. Maar nu lig ik nog heel even hier op de wacht. Kun je ook gewoon een keer niet vervelend zijn? Ja. Oh, doe dat dan. Dag. Mama Bing halen voor jou dan. Ja. Zeker weten? Bing. Ga je dan niet vervelen? Ja. Ga mama die op jouw kamer halen, hè? Oké? Stop. Ja, hou je dan op? Oké. Ga ik het even wel regelen. We hebben even de boel gepoetst. Was nodig. Nu ga ik mij even aankleden. En even kijken hoe ver mijn was is. En dan is het eigenlijk tijd
dat we een gesprek gaan voeren. Ik heb vandaag ook niet zo heel veel gevlogd. Laatst zei ik vlog ik heel weinig. Maar, druk in je hoofd, hè? Ja, heel druk in mijn hoofd. We hebben vandaag iemand op bezoek gehad. Ja, iemand die twee middagen Jordi gaat begeleiden. Ja, en wat gaat ze dan met Jordi doen? Als eerste gaat ze gewoon Jordi lekker leren kennen. Dat is ook belangrijk, om Jordi gewoon te leren kennen. En hoe hij is, zijn gedragingen, et cetera, et cetera. En dan gaan we kijken per week, per keer, wat ze gaat doen. De ene keer zal ze met Jordi dingen gaan oefenen. De andere keer zal ze... Met hem gaan wandelen. Ja, het is maar net waar Jordi op dit moment nodig heeft. Maar in eerste instantie zal ze Jordi voornamelijk gaan leren kennen. En dan gaan we kijken van wat kan hij met haar doen. Daar was ze het zelf ook heel erg mee eens. Luiers, schoon, et cetera, doet ze ook allemaal. Mij helpen waar het nodig is met Jordi zal ze doen. Dat is wat we hebben afgesproken. Mm-hmm. En niet aankomende week begint ze, maar die week erop begint ze. Dus dan, vanaf dan heeft Jordi een PBR, een persoonlijk begeleider. Ja. Dus dat gaat mij ook wat rust geven in Liam en Sam. En vooral ik... meer tijd voor Liam en Sam. Ja, daar gaat het ook om. En dat ik niet elke seconde bij Jordi hoef te zijn. Daar zijn we ook mee bezig. En stel ik aan mijn afspraak voor Liam en Sam, dan is zij ook gewoon bij Jordi. Dus dat is ook allemaal geen probleem. Dus dat is wat we vandaag hebben geregeld. Ja. Verder liggen de kinderen nu op bed en gaat morgen school weer beginnen. Dus mama moet weer broodtrommels maken. Ja, dus daar ga ik dadelijk ook mee aan de slag. En ik ben nu nog heel even aan het editen en dan de schooltas klaarmaken. En dat is wat ik ga doen. Ik ga jullie daar niet in meenemen, want het is echt een schooltas voor in school. Dus ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.